President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 14 september 2020 de Sociaal-Economische Raad geïnstalleerd. De SER is een belangrijk advies- en overlegorgaan om sociaal-maatschappelijk draagvlak te creëren voor beleid. De Communicatiedienst Suriname was aanwezig bij dit bijzonder moment en heeft het volgende voor u vastgelegd. De SER heeft volgens de wet tot taak de regering te adviseren. Omtrent A. Een goede afstemming van en bij het sociaal-economisch beleid betrokken belangen van overheid en maatschappelijke groepen gericht op economische stabiliteit en sociale rust. En B. Een goede maatschappelijke werkzaamheid en een duurzame ontwikkeling van het sociaal-economisch leven. En vandaar betrokken maatschappelijke groepen gericht op de sociale rechtvaardigheid en economische groei. Deze taakstelling kan niet beter passen binnen de visie van deze regering. In de eerste plaats de visie van eenheid, in de tweede plaats de realisatie van deze visie door middel van dialoog en het bevorderen van onderlinge verbondenheid. Na een aantal jaren van spanningen binnen het sociaal-maatschappelijk veld, om maar niet te praten over polarisatie, mogen we het weer hebben over nieuwe vormen van samenwerking. Om mij heen, in een breed deel van de samenleving, merk ik de behoefte om weer op zoek te gaan naar wat ons samenbrengt, naar wat ons verbindt. Het is daarom goed om de volgende kernwoorden uit de wettelijke taakstelling opnieuw te herhalen. En ik vraag uw aandacht hiervoor. Economische stabiliteit, sociale rust, maatschappelijke werkzaamheid, duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en economische groei. Deze kernwoorden zijn zaken die ons allen verbinden, die ons allen samenbrengen. Deze kernwoorden heeft deze coalitie als kernwaarden aangenomen, als fundamenteel binnen in ons regeringsbeleid en binnen de ontwikkelingsdoelen die deze regering heeft gesteld. De SER wordt daarmee een platform en daarmee instrumentaal voor deze regering om binnen haar beleid de verschillende inzichten en perspectieven die van de werknemers, die van de ondernemers en die van wetenschappers en deskundigen mee te nemen in het regeringsbeleid en in de realisatie van onze ontwikkelingsdoelen. Deze regering, deze coalitie, staat eenheid in leiderschap, eenheid in bestuur, eenheid in beleid en good governance voor. Dames en heren, een aanpak en beleid dat ertoe moet leiden dat structurele onevenwichtigheden en zwakheden in ons denken en doen langzaam maar zeker hersteld worden. Om een juiste invulling te kunnen geven aan good governance en kernwaarden van eenheid zal een continu dialoog met de sociale partners en functionele groepen zijn vereist. Mevrouw Kisun Singh, welke rol gaat u vervullen binnen de Sociaal-Economische Raad? Nou, die rollen hebben we nog niet verdeeld. Maar zoals u weet is die Sociaal-Economische Raad speciaal benoemd om in brede lagen van die samenleving een vertegenwoordiger te hebben. Omdat de problemen die op dit ogenblik spelen gigantisch zijn. Dus in principe vanuit elke laag van de bevolking, vanuit ook de deskundigheid, zal er ingespeeld worden op de problemen. En wij zullen vanuit onze deskundigheid proberen die oplossingsmodellen aan te dragen. En we hebben al een klein beetje gesproken bij de nieuwe leden. En we zijn van mening dat we niet gaan wachten dat de regering ons adviezen vraagt. Want zoals u weet is de SER een onafhankelijk adviesinstituut die gevraagd dan wel ongevraagd adviezen kan geven, zowel aan de regering, maar ook aan het parlement. Maar wat we hebben gezien in de afgelopen jaren, vanaf dat de SER is geïnstalleerd, dat er heel weinig adviezen gevraagd zijn van de regering.
Wij denken dat we ongevraagd ook veel adviezen zullen geven. En daartoe zullen we niet alleen onze eigen deskundigheid gebruiken, maar ik denk dat we ook gewoon veel mensen gewoon vanuit die samenleving, want er is heel veel deskundigheid, er is heel veel goede visie over ontwikkeling en groei. En dan heb ik het niet alleen over sociaal-economische groei en ontwikkeling, maar brede lagen van die samenleving. Ik praat dus dan bijvoorbeeld ook over onderwijs, leerplicht, hoe gaan we dat doen? Het slagingspercentage. Nu zien we wel dat dit jaar de slagingspercentages een enorm grote, in vergelijking met de andere landen, mooie groei vertonen. En dat is mooi, maar we moeten die trend trend moeten we gewoon bijhouden. Mevrouw Hendori, welke taak zal de VSB vervullen binnen de Sociaal-Economische Raad? Nou, in ieder geval zijn we als VSB heel erg blij met een dag als vandaag dat we zo'n belangrijke instelling als de Sociaal-Economische Raad vandaag hebben kunnen installeren. En we kunnen dus aan de slag. Er is al heel veel dat we vanuit regeringszijde hebben vernomen, dat er aan voorbereidend werk is gedaan. En de VSB zal vanuit haar optiek, vanuit haar invalshoek als werkgevers kijken op welke manier we een goede balans kunnen krijgen in het doen opleven van de economische bedrijvigheid in Suriname en tegelijkertijd ook hoe we de sociale impact van alles wat nu op ons afkomt, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen opvangen. Dus er is een goede balans vinden tussen de economische bedrijvigheid, de sociale gevolgen en de nationale groei die we met z'n allen willen bereiken. Daarom ook heel fijn dat we dus als tripartiet overleg met elkaar nu de komende periode, we begrijpen al direct morgen, dat er al een pakket van maatregelen die de regering voornemens is te doen, dat wij daarover een oordeel mogen hebben. We zullen dat doen zoals we dat ook de vorige keer hebben gedaan, in goed overleg met elkaar, een goede evenwicht vinden tussen de verschillende belangen van al degenen die betrokken zijn. Maar het belangrijkste is dat we Surinamers zijn. Vanuit een nationale optiek gaan kijken. Niet vergeten onze organisaties die wij moeten vertegenwoordigen, bedrijvenorganisaties. En dat we dat wel moeten doen, waarbij we een goede balans vinden tussen onze eigen, laten we zeggen, bedrijfsbelangen, die van de medewerkers, maar ook die van onze consumenten.